Hier zijn we in de centrale apotheek en van hieruit gaan we eigenlijk alle geneesmiddelendistributie voorzien voor alle patiënten die verblijven in ons ziekenhuis op alle campussen. We gaan die distributie voor een stuk automatiseren en de doosjes ROA-robot zal ons daarbij helpen. Het is een robot die een capaciteit heeft om 58.000 doosjes op een vrij kleine ruimte te stockeren en die eigenlijk voor ons ervoor zorgt dat we een automatisch stokbeheer kunnen doen. Bovendien is het zo dat de geneesmiddelen op automatische wijze kunnen uitgespuwd worden door de robot. En dat wij dan vervolgens met de medicatie die we gekregen hebben naar de afdeling kunnen gaan om de kasten op de diensten aan te vullen. De verpleegkundige zal dan net voor toediening aan de patiënt de medicatie pieken uit een semi-automatische kast die op de afdeling zelf staat. En zal dan ook de medicatie scannen, waarbij dat er eigenlijk in de scanstap verschillende controles gebeuren. Hebben we de juiste medicatie voor de juiste patiënt, voor het juiste toedieningsmoment in de juiste vorm? Dus eigenlijk komt heel het proces daardoor een stuk patiëntveiliger en ook een stuk geautomatiseerder en dus efficiënter voor ons.